Want ook in de gemeente, als ik naar voren moest gaan, dan was die voordienst wel eens zo lang, dan moest ik mijn prepo's inkorten. Want anders dan kreeg ik weer heel erg last van de kindercrash. Want om 12 uur al die baby's die, ja, sorry, maar dan gingen al die luiers leeg of vol. 12 uur, dus er had paniek in de kindersamenkomst. Ja. Lieve mensen, ik lees allereerst een tekst uit Matteüs. Heel bekend, hoofdstuk 1. Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven. Hetgeen betekent: God met ons. Nou lees ik een tekst uit Jesaja. Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zal hem de naam Immanuel geven. Wat is u opgevallen in Matteüs en Jesaja? Dat de profetie is uitgekomen. Dat is één. Wat is nog meer opgevallen? Twee keer Immanuel, dat is ook goed. Bea? Ik zal dit niet. Hè? Oh, is dat niet eerlijk? Ja, hier wordt. Ja, ja. Jonkvrouw. Jonkvrouw, en wat zegt Matthäus? Ja, wat zegt Matthäus? Je maagd, hè? Aha. Daarom. Aha. Nou heb ik natuurlijk hier niet met groentjes te doen, op een paar na misschien. Ik weet het niet. Maar maagd en jonge vrouw, dat is toch wel een dingetje, of niet? Hallo? Ja. Ik ben natuurlijk vele jaren voorganger geweest. En dan kwam ik maar even uit de school. Ik weet niet of dat mij een dag vooraf genomen, maar hoe dat zei dat zo. Maar dan werd mij wel eens gevraagd, Piet, als ik jonge stelletjes moest trouwen. Dan moest ik in de voorbereiding altijd een keer of 4, 5 een voorbespreking. En dan moest ik ook aan de jonge mensen vragen of ze wel rein in het huwelijk gingen. Ja. Dat is een dingetje, of niet? Ja. Hallo? Ja, we hebben een fijn vraag. Ja, dat is een dingetje, ja. De jongen die doet al zo. Want maagd of jonge vrouw, ja, dat is toch wel een dingetje. Maar goed. Dan begin ik even met het verhaal, de jonge vrouw uit Jesaja. Nou, Jesaja had op een gegeven moment te maken, hij leefde ongeveer in 700 voor Christus, met twee stammen, je had de 10 stammen in het noorden, en je had een zuidelijke stam in het zuiden, was de stam Juda. En de koning van die stam Juda, dat was koning Achas. Koning Achas. Nou hoorde koning Achas, die hoorde dus op een gegeven ogenblik, dat de omliggende landen oorlog tegen hem wilden voeren. Je zou die situatie zo kunnen kopiëren naar vandaag, naar Zelensky. Oekraïne. Die werd binnengevallen door Rusland, het grote Rusland. Nou, zo ook koning Achas, hij hoorde dat een aantal van het Noordelijk Rijk en de omliggende landen die wilden tegen hem oorlog voeren. Dat vind ik ook het unieke van die situatie daar in hoofdstuk 7 van Jesaja. En wat lezen we dan? Dan wordt Achas, die wordt enorm bang. Begrijpelijk of niet? Want de stam Juda was niet zo heel groot. En die omliggende volken waren veel machtiger en veel sterker. Dus het is ook te begrijpen dat hij angstig wordt. En mensen, je kunt het van me aannemen of niet, maar angst is het eerste wat bij ons binnenkomt als wij geconfronteerd worden met narigheden. Als u bijvoorbeeld bij de dokter komt voor een uitslag en u hoort, beste meneer of mevrouw, het is foute boel, daar slaat direct vrees toe, angst. Wat gaat er met mij gebeuren? Daarom heb ik zoveel bewondering ook voor dat Oekraïense volk. En voor Zelensky.
Wat een moed heeft die man toch? En wat een moed heeft dat volk? Wij zitten hier te zeuren over een temperatuurtje, een graadje minder of meer, of weet ik het allemaal. Maar als je kijkt naar dat land dat helemaal kapot wordt gemaakt. Het is, ik heb gewoon geen woorden voor. Maar wat een moed. Dus het is begrijpelijk dat koning Achas bang wordt. Vandaar ook dat je heel veel in de Bijbel leest. Wordt niet bevreesd. Maar ik ben nogal een pragmatisch mens, zoals u weet. Het is makkelijker gezegd. U voelt me helemaal aan. U begrijpt wat ik bedoel. Dus koning Achas wordt bang. En wat lezen we dan in Jesaja hoofdstuk 7? Dan krijgt hij bezoek van de profeet Jesaja. En Jesaja is echt de evangelist in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament. Hij is echt even. Hij is trouwens ook van koninklijke bloeden. Dus wat dat betreft ook van koninklijke afkomst, Jesaja. En dan komt hij bij die koning Achas en dan zegt hij tegen koning Achas: vraag God om een teken. Achas, je hoort dat aan. En dan zegt hij heel, ik noem het even maar zo, heel vroom: ik durf God niet om een teken te vragen. Hoe zal ik God verzoeken, zegt hij nog heel vroom. Want hij weet drommels goed, als God hem een teken geeft, moet hij het ook wel volgen. En dat wil eigenlijk Achas niet. Achas die wil liever de touwtjes in eigen handen houden. Of een beetje bekend, of niet? Het is lastig voor ons als mens om de touwtjes uit handen te geven. Ik heb begrepen dat onze broeder Frits, hij zit er alweer zo in ons midden. Hij moest op een gegeven moment naar het ziekenhuis. En dan komt hij binnen en dan wordt er tegen meneer Frits gezegd: meneer, u bent vanaf nu patiënt. U moet u overgeven. En dat is best wel lastig, of niet? Ik wou eerst naar huis gaan, maar dat mocht niet. Dat mocht niet. Hij wilde eerst naar huis. Dus hij wilde eerst nog even zelf de dingetjes regelen. Nee, hij kwam binnen. U bent vanaf nu patiënt. Met andere woorden, u moet zich onderwerpen aan de leiding en de regels. En dat gingen wat wij aan u voorschrijven. Het is niet altijd makkelijk om het uit handen te geven. Achas ook. En dan doet hij ook wel heel vroom en zegt: nee, ik wil God niet verzoeken om een teken te maken. Nou, zegt Jesaja, dan zal dit uw teken zijn. En dan gaat Jesaja gaat zelf een teken geven. En dan zegt Jesaja dat hij zal een zoon krijgen. En hij zult in de naam Emmanuel geven. Nou, eventjes over dat dingetje over jongvrouw. Want dat is nog wel een gedoe. Want als je de Statenvertaling leest, dan vertaalt de Statenvertaling ook in Jesaja 7, niet met jonge vrouw, maar met maagd. Nou, dat is nog wel eens een dingetje, theologisch gezien. Ik begrijp dat ook helemaal. Er is ook helemaal niks mis mee. Maar ik verklaar het allereerst even naar de tijd van Jesaja zelf. Want zo behoren wij met profetieën om te gaan. Het is eigenlijk een afslag te ver, te direct, om het al die link te leggen met Matteüs. Want wij behoren de profetieën uit te leggen, allereerst naar de tijd en de situatie waarin zich dat afspeelde. Dus in de tijd van Achas. Dus als dan Jesaja tegen koning Achas zegt: je jonge vrouw zal een zoon baren, dan gaat er een lampje branden. Want dan denkt Achas: oei, hoe weet de profeet dat mijn vrouw zwanger is? Vandaar ook die vertaling jonge vrouw. Kan goed, kan ook vanuit de Hebreeuws goed. Kan beide betekenen, maagd of jonge vrouw. Maar als ik het vertaal naar de situatie van toen, dan is jonge vrouw is terecht. Want zijn vrouw was geen maagd meer. Ze was zwanger van Ischia. De latere vrome koning Ischia, die veel beter in geestelijk opzicht dan zijn vader zal doen. Dus dat betekent dat Achas op een gegeven moment denkt: alle drommels, om het zo maar even alledaags te zeggen. Hoe weet die profeet dat mijn vrouw zwanger is? Maar lieve mensen, is dat dan niet een les?
God is hier aanwezig geweest om die prachtige liederen zo, met die prachtige kerstliederen. En met elkaar geestelijk bezig waren, mooie gedichten die werden opgezongen. Maar God is ook aanwezig, zelfs in de slaapkamer. God is niet alleen hoog verheven, maar God is ook heel dichtbij. Vandaar ook dat we eigenlijk voor God geen verstoppertje kunnen spelen. Dat lukt je echt niet hoor. Maakt niet uit, maar God is overal. Dus broeders en zusters, wat zal die Agaas zich geschrokken hebben dat hij wist dat de profeet wist dat zijn vrouw zwanger zou worden. Dit zal u een teken zijn. U zult een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Nou, de profeten vind ik heel bijzonder. Ik heb al gezegd, de profeten hebben een eerste uitleg in de tijd zelf waarin het zich afspeelt. Het heeft ook een verdere uitleg, daar kom ik straks even een ogenblik op terug. En het zijn zelfs profetieën, die hebben nog maar een uitleg voor vandaag. Ik kreeg van de week een filmpje. Ik ben wel eens vele malen, een paar jaar terug, ben ik meegeweest met Dirk 1. Een prachtige tijd van een schip van 40 meter, 2000 pk. Het is een schip die generaties lang families hebben gediend met een inkomen, met een onderhoud. En van de week kreeg ik een filmpje met een sleepboot ervoor en een sleepboot erachter. En hij werd weggesleept naar Amsterdam om te gaan in de sloop te gaan. Nou, lieve mensen, dat is erg. Dat is verschrikkelijk. En zo gaan er een 50 gaan er naar de sloop wegbedrijven. Weet je wat Jesaja zegt toen ik dat las en toen ik dat zag? De vissers zullen treuren op de wateren. 700 jaar voor Christus, dus dat is inmiddels al meer dan 2700 jaar geleden, heeft Jesaja gezegd, de vissers zullen treuren op de wateren. Ik heb tegen de Urkers gezegd, zouden wij 10 jaar geleden het geweten hebben dat de schepen zouden worden afgevoerd, dat er 50, 60 in de sanering zouden gaan. Lieve mensen, wij leven in een profetische tijd. Het is crisis na crisis. Wat staat ons te wachten in 2023? Het hoeft maar even mis te gaan, of we zitten in een derde wereldoorlog. Als het daar even niet goed gaat in Rusland, of in China, of in Taiwan, of in het Midden-Oosten, dan zitten we zo in de grootste ellende. En lieve mensen, wij kunnen wel bidden, Heer, grijp in. Maar de Tweede Wereldoorlog heeft ook 5 jaar geduurd. Voordat Hitler zich overgaf. En maar niet te vragen op wat voor wijze. Dus het kan nog wel eens lang duren, die oorlog en die toestanden. Wat hangt er boven ons hoofd? Maar wat een kracht en wat een zegen. Immanuel. God met ons. Luther zei, als ik vandaag wist dat God morgen zou terugkomen, ga ik dan een nieuw pak kopen. Met andere woorden, God is er helemaal bij, maakt niet uit. En daarom, de Rooms-Katholieke Kerk had nog wel een dingetje over dat maagdelijk zijn. Hè? Maar Luther zei, op de geboorte van de Heer Jezus naam heb ik helemaal niks met dat maagdelijkheid. Want ik ken de zwakheid van mannen en vrouwen, die ken ik. Maar waar ik veel meer mee te doen heb, en wat me veel meer voor ogen staat, is de trouw en de genade van God. Daar heb ik meer mee te doen. Immanuel, God met ons. Natuurlijk, lieve mensen, verplicht het mij om deze profetie ook door te trekken naar Matteüs, hoofdstuk 1. En daar wordt gesproken tegen een Jozef en Maria. Ach, wat hebben we toch te doen met die Jozef? Hij komt tot ontdekking dat zijn vrouw zwanger is. Nou, ik kan het wel begrijpen dat hij denkt, ik ga er stilletjes tussenuit. Misschien had ik wel de publiciteit gezocht. Binnen familie, vrienden en kennissen. Mijn vrouw is zwanger. Hoe kan dat? Totaal geen gemeenschap gehad. Maar Jozef, wat een rechtschapen mensen. Wat een voorbeeld, broeders. He? Hij denkt, ik ga mijn vrouw niet zwart maken. Ik ga maar stilletjes tussenuit. Nou, we kennen allemaal het verhaal, dan krijgt hij een goddelijke droom.
Maria is zwanger door de Heilige Geest. Leg dat eens uit aan een niet-christen. Is niet uit te leggen. Wonderen zijn niet uit te leggen. Onze zuster Lina die vertelde even een wonder over haar appartementje. Velen staan jaren ingeschreven. Onze zuster 3 maanden. Yes. Het is het mooiste appartement van heel Sneek. Ja, leg dat maar eens uit. Ja. Ik vind het ook sneu voor die mensen die al jaren ingeschreven zijn. Oh. Vind ik ook sneu. Ik kan het ook niet vertellen, maar niet tegen die mensen. Want dan zeggen ze, ja, dan word je zeker bij de A-christenen van God. Of bij de kinderschootjes die bij papa op schoot mogen. Maar waar ben ik dan, die al jaren staat ingeschreven? Leg maar uit. Dat kun je beter maar niet zeggen. Om ergere dingen te voorkomen. Dus sommige dingen, daarom is het ook geen wonder meer. Als je kunt uitleggen, dan is het geen wonder meer. Maar wat een wonder, lieve mensen. En wat een zegen. En als je dan het voorgeslacht ook nog leest, aan vooraf, 3 keer geslachten van 14, 42 geslachten, allemaal mannen, behalve 4 vrouwen. En van die 4 zijn er ook nog een paar, dubieus, prostitueus. Wat is God toch een geweldige God. Wij denken alleen maar in hoogheilige dingen. Maar God is zo genadig. Hij is een God van trouw, lieve mensen. Emmanuel. Peter, het maakt niet uit wat 2023 ons brengt. Lieve mensen, het maakt niet uit. Maar 1 ding troost en verzekert mij. God is met mij. En dan zegt Paulus, daar sluit ik mee af. Is dat goed trouwens dat ik aan de afsluit? Ja. Als God voor ons is, wie of wat zal dan nog tegen ons zijn. 2023, ik zou haast zeggen, we gaan er lachend tegemoet. Weet je, mag misschien niet, maar met Gods genade en met Gods hulp. Vanuit die zekerheid, Emmanuel. God met ons. Nou, dan laten we het bij die zekerheid. Heb je al koffie gehad? Nee, dat komt door jou. Ik mag de koffie doen. Nee, nee. Voordat we dat prachtige lied gaan zingen, Stille Nacht, Heilige Nacht, is er nog iemand die zegt, nou ik wil toch nog even iets zeggen, vertellen, wat dan ook. En nu even een moment, hoe niet, dat mag. Wil ik niemand vergeten? Ja, ja, dan iemand vergeten. Ja, ik ken het van hier uit. Ja, hier. Er is wel iemand vergeten. Nou, kom maar. Maar zij is Frits toch? Nee, ik kom niet. Nee, ja. Nee, is iemand die komt. Ja. Mag ik blijven zitten? Voor mij wel. Ja? Oké. Okay. Ja, dat is misschien wel makkelijker. Nee, wat ik net gehoord heb is... juist. ik heb geen andere... God is goed. God is almachtig. God doet wat hij wil. En wij hebben ons laten weten. En... wat ik ook bijzonder meegemaakt heb in deze 6 weken, geloof ik. 2 maanden, 8 weken. Dat is gewoon buiten. Ja, dat is niet te vatten. En het kan alleen maar 1 persoon doen. En dat is God. En iedereen vraagt zich af: hoe kan dat zo zijn? Waar het eigenlijk is begonnen, is van ik heb last van mijn hand. Het zal wel ouderdom wezen, het zal wel reuma wezen, noem maar al die ziekte erop. Dat zeg ik tegen die vond ik zeg, dan moet ik altijd even naar de dokter gaan. Om even te vragen van misschien heeft hij wel een billetje of weet ik veel, of moet die pijn in. Nou, ik liep daar naartoe. Ga naar de badkamer, zat in de badkamer en ik was weg. Ik maakte mijn ogen open, er zijn 10 mensen omheen. Dus voor mij is het zit. Nou, kreeg je mijn verhaal door, dat ik mijn hart eventjes niet gefunctioneerd heb. Eerste wonder. Kan ik dus
van mijn arts zelf gehoord, van mijn huisdokter gehoord. Weet je wel wat er gebeurd is? Ik zei, ik weet niet. Het enige wat ik weet is, ik wil naar huis. Maar dat mocht niet. Er was in diezelfde wachtkamer, was waarschijnlijk, het moet wel een man of een vrouw of een afval aanwezig zijn, die mij al in de gaten hield. En zei, dat gaat niet goed met die meneer. Nou, en uiteindelijk ben ik er. En hij greep in. En dan zegt men van, nou je hebt geluk dat in de dokters wachtkamer, je hebt geluk dat die persoon er is. Voor mij was dat geen geluk. Het moet zo wezen. Wat bleek dat die man, ik zal maar even zeggen dat die man is, een paar dagen ervoor iemand heeft gereanimeerd. Dus hij zag die symptomen van mij en hij greep tegen. En alles is gebeurd binnen 3 minuten. Dat is ook heel bijzonder, want ook uit 6 minuten. En kreeg ik nog te horen, want dat is mijn vraag van u, hoe lang is dat? Nou, ik zeg binnen 3 minuten is het een jaar van het plan. Want ik heb alleen maar 1 stroomstoot gekregen. En toen was ik meteen aan het bij. En normaal, en dan zei ik van, ik ben aangekomen. Hoorde mensen bij die een keer plus of rechtstreeks op je woord. Het hangt af van de situatie, ja. Maar eens 1 keer. En ik kreeg heel aan naar huis. Dus, maar dat mag maar niet. Dat is al op zichzelf een wonder. Nou. Eigenlijk duurde het te lang, ik zal maar zo kort mogelijk maken, maar het komt erop neer dat ik van naar Alkmaar moest gaan naar het ziekenhuis. Daar werd bekeken van ook wat mijn hart, 2 zwarte vlekjes, dat zal wel verstoppingen zijn. Dus we gaan de studie door naar Amsterdam. Nou, Amsterdam komen. Maken ze mij open, bleek dat er 5 omleidingen was. Maar. Voordat het gebeurt, ik zal even heel snel, moest er eerst een andere operatie plaatsvinden bij mij, wat ze totaal niet verwacht hadden. En dat komt namelijk zo van, ja, dat wordt natuurlijk, je wordt klaar gemaakt door een operatie. En er wordt dingen in je lichaam gestoken. Wat hoort ze ook, maar er is iets wat niet helemaal... lukte. En die chirurg die denkt van, ik moet het hele boel stopzetten en een opnieuw aanvragen voor hoor. Maar we zijn, maar ik was er dus, ik was al onderzeild, zal ik maar zeggen. Maar dat wilde hij dus ook niet, dus ik denk van, ik bel mijn vriend even op, die is ook chirurg, die uroloog en die ging dus daar. En vertelde een verhaal als je van, ik kan wel een goede vriend wezen, maar A, heeft hij tijd ervoor? Kan hij meteen per direct komen? Of hoe zit het nou? Belde op, wat zegt die vriend? Je hebt geluk, ik heb 1 uurtje vrij, ik kom zo naar je toe. Bij wie gebeurde dat zou ik? Alleen bij een kind van God toch? We hebben nog een hemelse arts daarboven, hoor. Die heeft het allemaal geprogrammeerd. Zo is het. En uiteindelijk, om het lang verhaal heel kort te maken, want anders zit het mooi hier nog. Dankzij de Heer, en dat is ook mijn getuigenis. En ik vertel dit ook aan iedereen die wil. Die wil luisteren of niet wil luisteren, ja dan. En, dat er een God bestaat, sowieso. Dat er een God bestaat. En je mag erin geloven, ja, daarmee moet ieder voor zichzelf leven. En bij mij bestaat geen, je hebt geluk dat dit of dat zult gaan leven. Als wij in de Heer zijn.
zorg hij wel echt voor is. Amen. Uiteindelijk, ik noem maar, ik zeg maar niet van, maar waarschijnlijk heeft God mij hier op nodig. Really? Ik weet het niet. Dank je wel. We gaan nu luisteren naar muziek. Ja, u mag spelen. Stille nacht.
het samen zijn dat we hiervan mogen hebben. De eer van u mogen vieren. Dat we de vrijheid hier mogen vieren wat veel mensen niet kunnen. Dank u wel. Amen. Dank u wel, voor alle zorgen die u over ons uitstrooit, Heer. Want u bent altijd bij ons in wat er ook gebeurt. En wij zijn veilig in uw armen. Dank u, Jezus. Altijd. Het tweede couplet. Daarna is het tijd voor ons. Thank you.
zegen uitspreken. En daarna zien we uiteraard het slotlied, maar daarvoor nog de blik. Vader in de hemel, zo wil ik u hartelijk danken voor dit hele kerst samen zijn. En ach Heer, help ons te vertrouwen dat u dat kribbeltje hebt verlaten. Dat u nu gezeten bent als de koning der koningen aan de rechterhand van de Vader. En dat u koning bent en heerschappij voert totdat al uw vijanden, ook de laatste vijand de dood, zal onderworpen zijn als een voetbank voor uw voeten. En er zal een dag komen, Heer, dat u zult terugkomen met grote macht en heerlijkheid. Heer, we weten niet de dag en het uur, maar één ding weten we zeker, Maranatha, Jezus komt. En zo zij de genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Totdat Jezus komt. Halleluja. Amen. Amen. Sief, mag ik jou vragen één collecte? Nou ja, het prachtige lied Ere zij God. Zullen we dat staande doen? Halleluja. Thank you.
zeggen, blijf lekker zitten. Want u staat besteld van wat u allemaal krijgt.